organisaties, het Haga Ziekenhuis en het bedrijfsleven. Ze bestaan elk uit mensen en eigen omgevingsfactoren. Denk bij het ziekenhuis bijvoorbeeld aan de nieuwe rol van verzekeraars, de zorgbehoeften van patiënten of het feit dat de patiënten steeds mondiger worden. Ook de omgeving van het bedrijfsleven verandert in rap tempo. Zo is er bijvoorbeeld nu een groeiend tekort aan bekwaam personeel, ontwikkelt de technologie zich enorm snel en is er veel onderlinge concurrentie. Stel dat er een platform zou zijn waar deze zaken besproken kunnen worden. Een platform waarop gepost wordt vanuit het ziekenhuis en vanuit het bedrijfsleven. Om samen met elkaar de omgevingsfactoren te bespreken en tegemoet te treden. Zo ontstond de Haga-ambassade. Geïnitieerd vanuit het Haga Ziekenhuis en op verzoek van het bedrijfsleven. Een co-creatie. Om kennis en ideeën samen te brengen, om samen de gezondheidszorg te versterken, vernieuwen of te verbeteren. Ongeveer 40 bedrijven werkten mee om haar vorm te geven. Het is een platform dat wordt gesteund door gedreven professionals. Een plek waarbij minimaal 4 keer per jaar een bijeenkomst wordt georganiseerd om kennis en ideeën te delen. Want samen werken we aan een prettige werkomgeving voor werknemers, het benutten van kansen voor werkgevers en nog betere zorg voor de patiënten. Je kunt de Haga-ambassade zien als een jonge boom die wordt gevoed door de ontwikkelingen in de zorg, vraagstellingen vanuit het ziekenhuis en bedrijfsleven, kansen en aanbiedingen, innovatie, de dialoog met elkaar aangaan, samenwerking, ideeën, betrokkenheid, co-creatie, verhalen en ga zo maar door. Voor de deelnemers uit de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld biedt dit de mogelijkheid om te netwerken op niveau en om mee te denken over de meest aansprekende thema's. Om echt wat tot stand te brengen. En dat is ook onderling contact leggen. Er is betrokkenheid en samenwerking met kwaliteit en diversiteit. De Haga-ambassade is een platform waar we met elkaar trots op zijn. Wetende dat er altijd werk aan de winkel is. Wij en het Haga Ziekenhuis werken er hard aan om te blijven ontwikkelen.